De stoel is volgens mij van de juffrouw. Omdat dat voor mijn part, dat is het meest vrouwelijke. Nu, ik apprecieer altijd wel creatieve zaken, dus ik zou er nogal wel wat voor willen geven. Maar ik zou eigenlijk graag de maker daarvoor willen ontmoeten. Ik denk dat dat meisje die stoel wel heeft gemaakt. Ik denk dat ook. He en she, ja. Dus ja. Mannelijk en vrouwelijk. Ja. En dan denk ik dat deze jongen met dat t-shirt van Fairtrade, mijn botten, dat baarmeubel heeft gemaakt met die glazen. En dan blijft er over die andere jongen die een betonnen stoel gemaakt heeft. 4 jaar geleden, voordat ik zelf met meubelmaken bezig was, dat ik misschien 70% van de inboedel van IKEA wel zou durven kopen. Maar sinds dat ik daar zelf mee bezig ben en ik loop nu in IKEA rond, is er eigenlijk niets dat mij nog interesseert. Omdat, ja, je hebt nu ook een veel beter besef van wat is een materiaal, wat kost een materiaal om dat te vervaardigen, wat zijn werkuren, wat kost het om zelf echt dingen handmatig te gaan maken en wat betekent het eigenlijk om al die liefde in een object te kunnen steken. En de stoel, die is heel, heel functioneel. En deze jongen, die ziet er mij het meest functionele uit gewoon. Er moet niet altijd per se een groter concept achter zitten voor mij. Het is gewoon wat het is, een betonstoel. En ja, die impulsiviteit komt ook wel terug in mijn dagelijks leven. Wel, vrouwen zijn over het algemeen nogal praktisch ingesteld. Dus ik vermoed dat de dame hier het kastje met de wijnglazen zou kunnen gemaakt hebben. Mensen willen iets persoonlijk, iets waar mensen echt aan hebben gewerkt. En iets wat uit de fabriek rolt. Bij sommigen toch. Ik vind dat altijd al in opmars is terug. Een barkast eigenlijk, voor drank. En dat is heel clean vorm. Deze is heel strak, gewoon het plaatmateriaal dat we hier hebben gevonden. Maar dat wordt dan ingeschoven in dat metalen frame en dat is dan rond. En dat is wel tof dat je die twee combineert. Zoiets helemaal nieuws, gecombineerd met iets dat bestaat. Ik denk wel, als ze dit zien, dat dat meer naar ons gaat gelinkt worden. Dan moest er iets heel robuust staan of juist iets groot of iets extreem. Ik denk dat ze dan minder met ons zouden linken. Dan dit. Van die twee mannen, dat wordt moeilijker. Het zijn twee stoelen die daar staan. De ene is iets vollediger of mooier of misschien iets toegankelijker afgewerkt. Laat ons stellen dat die jongen met zijn Fairtrade mijn botten die twee halve stoelen aan elkaar geplakt heeft. Ik denk dat ik meer respect krijg als ontwerper dan als schrijverker. Omdat ik denk dat schrijnwerker nogal snel als een arbeidsjob of volk bekeken wordt. En ik denk dat het meer gewaardeerd zou kunnen worden doordat mensen zouden zien hoe bepaalde zaken worden gemaakt. Dit zijn eigenlijk twee stoelen die ik in twee gezaagd heb. En ik heb die dan terug aan elkaar gezet. En ik vond dat er in beide stoelen toch wel een man-vrouw verhouding was en dan vond ik die leuk om die verschillen te samen te zetten. Dat zo een beetje wisselvallig is, soms een keer zwart, soms een keer wit. En zo ben ik wel. Soms niet zo altijd goed weten hoe en wat. Persoonlijk vind ik het barmeubel het mooiste. Dat is het meest innovatieve, vind ik. Ik hou daar wel van. Ik hou ook wel van die stoel. Omdat het veel verschillende elementen zijn die dat in elkaar gewerkt zijn. Die rugleuningen, die zittingen, die potenverschillen langs alle kanten. Hij heeft daar dingen geassembleerd die daar eigenlijk niet bij elkaar horen. Maar ja, dat is natuurlijk heel jullie opzet wel, hè? Dat is natuurlijk heel jullie opzet.